Goedemiddag en welkom bij een extra vlog hier op Smilweb Facebook. Leuk dat je kijkt. We gaan wat inspiratie opdoen alvast voor Vaderdag, want dat is natuurlijk al bijna. En wat vinden vaders nou leuk? Volgens mij vinden vaders stoere dingen in de keuken leuk. Dus vandaar dat ik dit mooie schort aan heb. En ik heb hier allemaal mooie spullen liggen, ga ik je zo laten zien. En dit kun je allemaal bestellen op cook&co.nl. En de link zullen we zo meteen eventjes delen. Want ja, je wil je pa natuurlijk wel verrassen met iets moois. Natuurlijk gaan we even koken, want dat is ook belangrijk. En het is helemaal hip tegenwoordig om dingen te vacuümeren, zodat je ze daarin snel kunt marineren of garen. En dat gaan we vandaag ook doen, dus ik ga je van allerlei dingetjes laten zien. Wat we gaan maken is een lekkere gegrilde varkensfilet, lapjes à la minuut eigenlijk, of in elk geval heel snel gemarineerd, met wat zoete aardappelfriet en courgette. En dan maken we een lekker zo'n kommetje van, een lekkere bowl, die kan je met stokjes eten, of met je vingers, of met een vork. Maakt niet uit, maar één van de drie komt altijd goed. Dus, wat gaan we doen? Ik heb hier een fantastisch mooie grillpan op het vuur staan. Ik zet hem even ietsje laag, want hij walmt al een beetje. En dat is ook wel de bedoeling, want ik wil zo meteen natuurlijk echt knetterheet lekker gaan bakken daarin. En deze grillpan is mooi dik van de onderkant, dus die kun je ook op alle warmtebronnen gebruiken. Super fijn ding. Die zetten we alvast aan. Dan gaan we eerst een marinade maken voor het vlees, want als je vlees marineert, moet het altijd eventjes erin zitten, zeg maar. Dus wat we gaan doen, we maken marinade. Dan vacuümeren we dat vlees, zodat het lekker zo snel kan intrekken. En dat gaan we dan grillen. Dus wat heb je daarvoor nodig? Ik zal even deze aan de kant leggen, want die hebben we nog niet nodig. Natuurlijk een mooie snijplank. En ik heb hier een lekker teentje knoflook. En een mooi zwaar mes van Forged. Dat is echt heel tof, een toffe serie messen. Die kun je ook bestellen op Cook & Co. Echt heel gaaf. Die heb je in allerlei uitvoeringen. We hebben nu dus die mooie helemaal uit één stuk gemaakt. Eventjes die knoflook hakken. Hoeft niet heel erg fijn, want de staafmixer doet zo meteen de rest van het werk. Dat doe ik hierin. En daarbij heb ik wat kruiden. Ik heb allerlei soorten kruiden vandaag. Ik heb platte peterselie en wat rozemarijn. Die ga ik even van het steeltje afhalen. En zo. En hier heb ik wat salie. Even de blaadjes eraf. En een beetje tijm. Die ris ik gelijk even in het bakje. Nou, je ziet ook al die mooie kommetjes hier staan. Dat maakt natuurlijk wel echt een sfeertje ook. Hè? Als je van die prachtige mooie spulletjes gebruikt in de keuken. Ziet er gelijk een stuk gezelliger uit. Een paar muntblaadjes. Doen we gewoon allemaal in. En hiervoor kun je eigenlijk kruiden gebruiken. Hier oregano heb ik nog. Die je bijvoorbeeld over hebt van een avondje Italiaans koken. Of iets anders leuks. Of misschien heb je het wel in je tuin staan. Nou, pluk lekker wat uit de tuin. Maakt niet zo heel veel uit wat. Ik doe altijd gewoon van alles door elkaar. En uiteindelijk wordt het heel erg lekker. Oké, nou dan hebben we hier wat zout en peper. Dat is, heeft het ook wel een beetje nodig. Een beetje zout erbij. En wat olijfolie. Ik gebruik een olijfolie waar je ook in kunt bakken en braden. Dus niet echt die extra vierge olijfolie, maar eentje daaronder. Zodat die niet heel erg verbrandt, zeg maar, als je die gaat gebruiken. Nou, even met de staafmixer maken we hier een mooi marinade van. Nou, je ziet dat het door het knoflookje, zeg maar, wordt het ook meteen een mooi sapje bij elkaar. En hier gaan we dus zo meteen het varkensvlees in marineren. Heerlijk. Zo, dit is al klaar. Mooie houten snijplank zoals je ziet. Ook altijd fijn in de keuken. Mooie snijplanken. Zo, deze doe ik even weg. Oké, nou dan hebben we natuurlijk wat varkensfilet. Ik heb gewoon filet gekocht aan één stuk. Ik gebruik even een andere plank, zodat niet de houten plank onder de sapjes van het rauwe vlees komt te zitten. Want dan zou je kruisbesmetting kunnen krijgen. Nou, daar gebruiken we, even kijken, dit mes voor. Ik heb hier dus een plak, een hamlap zeg maar, een varkenshamlapje. En die ga ik schuin, een beetje schuin afsnijden in plakjes. En zo. Kun je eigenlijk best wel zelf. Je kunt natuurlijk ook die à la minute lapjes kopen in de supermarkt. Maar waarom zou je het niet zelf doen als je toch de goede spullen hebt daarvoor?
Dat is leuk. En het zelf marineren, ja, dat vind ik toch echt. Dat proef je gewoon, dat het niet uit een pakje komt. Het heeft echt absoluut mijn voorkeur. Zo ga je natuurlijk even door, zorg dat je zo'n 4 à 5 plakjes per persoon hebt. En deze gaan we dan marineren in die lekkere marinade die we net hebben gemaakt. En dat doen we met een foodsaver. En dat is echt een superleuk apparaat. Dat staat hier. En die foodsaver is een soort machientje die dus kan vacuumeren. En daarna ook dingen kan dichtzielen. Of ergens de lucht uit kan halen. En ik wil je heel graag laten zien hoe dit werkt. Dus ik wissel even een stekkertje om van de staafmixer. Die hebben we niet meer nodig. We hebben hier van die zakken. Die kun je er gewoon bij kopen. En die vouw ik eventjes om. Daar doe ik dan die marinade in. Zo. En het vlees. Dat doe ik daar gewoon bij. Zo. En dit wil ik dus snel laten marineren. Dus dat betekent dat ik eigenlijk, nou ja, na een half uurtje ongeveer, zitten die smaakjes er echt wel in. En gewoonlijk moet je dat natuurlijk veel langer marineren om die smaak er allemaal in te krijgen. Maar omdat je de lucht verwijdert, trekt het veel sneller in het vlees. Nou, wat je dan doet, dus die foodsaver openmaken. En hier zit een soort geultje. Daar leg je die zak in, die vacuumzakken. Die heb je trouwens ook in bredere maten bijvoorbeeld. Ligt er een beetje aan wat je nodig hebt voor wat je erin wil doen. Dan druk je hem dicht. Zo. En er zit hier nog een knopje voor vochtige dingetjes. Kan je deze nog aanzetten. Dan houdt hij daar rekening mee. Druk op aan. En je ziet al dat de lucht helemaal eruit verdwijnt. Nou, dan maakt hij hem nog eventjes dicht. Dus hij sealt eigenlijk nog eventjes. Dan blijft het ook zo vacuüm. Anders zou je hem eruit halen, dan komt er weer allemaal lucht bij. Wacht je gewoon tot de lampjes uit zijn. Rapapa, rapapa. Nou, perfect. Kijk eens, lampjes uit. Dan kun je deze open doen. En dan zie je hier, perfect dichtgesield, een mooi pakketje met daarin die varkenslapjes in je eigen gemaakte marinade. Nou, dit laat je een half uurtje ongeveer liggen en dan gaan we dat zo meteen gebruiken. De foodsaver gaan we zo meteen ook nog een keertje gebruiken, maar daar kom ik zo meteen op. Even dit aan de kant. Nou, wat we gaan maken erbij, ik heb dus die grillpan aanstaan en ik heb lekker wat zoete aardappelfriet. Die heb ik gewoon zo uit de supermarkt gehaald. Je kunt natuurlijk ook plakken snijden zelf van zoete aardappel bijvoorbeeld als je dat wil. Maar ik vond dit wel geinig. En wat ik dan doe is eventjes met wat olie bestrijk ik die. Zo, en dan doe ik ze in de grillpan. Dus ik bestrijk ze met wat olie. En dan in de grillpan die leuke frietjes. En wat ik dan wil eigenlijk is zo'n mooi grillstreepje erop. Leuk hè? En ik maak dus die frietjes eventjes een beetje vochtig met de olie. Zodat ook de olie echt aan het product vastzit en niet in de pan tussen die ribbeltjes verdwijnt. Want dan heb je er niet zoveel aan. Zo. En hoe leuk is dit? Als je voor Vaderdag bijvoorbeeld zo'n mooie foodsaver cadeau geeft, dat je vader dan allemaal lekker vlees en vis kan marineren voor op de barbecue en mezelf. Superleuk toch? Zo, wat frietjes erin. Dan gaan we nog eventjes wat snijwerk doen. Ik heb hier namelijk een courgette. Daar wil ik even een gedeelte van hebben. En ik heb ook een gele courgette meegenomen. Dat vond ik dan weer grappig. Ik hou wel een beetje van kleurverschil. Dus daar snijden we ook een stukje van af. Kijk, die is wat anders van binnen. Dat is ook wel mooi. En wat we dan gaan doen is van deze courgette ook mooie schuine plakjes snijden. Die gaan we ook eventjes grillen. En voor mij hoeft dat allemaal niet heel erg lang. Dus als je zelf van gare groente houdt, dan moet je ze wat langer grillen. Of je kunt het even blancheren natuurlijk, dat kan ook. Maar ik hou er wel van als dingen een beetje een bite blijven houden. Dat vind ik lekker. Zo, mooie plakjes. Ook weer hetzelfde verhaal. Beetje olijfolie erop. Zo. En zo zie je dat je al vrij snel een heel kleurrijk geheel hebt zo hier in je pannetje. Hartstikke leuk. Supermooi. Even kijken of die frietjes al een beetje. Ja, dat gaat de goede kant op.
Ik zal het even laten zien. Deze mogen nog eventjes. Maar dit is de bedoeling eigenlijk, hè? Dat je zo'n mooie grillstreep op je groentjes krijgt. Dus we laten dit gewoon even lekker liggen. Zo. Nou, ondertussen wilde ik je nog even laten zien. Die Foodsaver die heeft ook een aantal hele handige containers. Dit is de grootste die we hebben. En wat je hiermee kan is dus dat je de producten die je hierin doet ook weer luchtdicht kunt bewaren. En dit kun je makkelijk stapelen, al die bakjes. Ik heb hier nog een paar, zal ik even laten zien, in verschillende vormen. Of maten in elk geval. En dan kun je dan van alles in bewaren in de koelkast, maar ook in de vriezer. Super handig. En daarvoor heb je dan een extra attribuutje nodig. Maar misschien kun je dit horen, want deze is al vacuüm. Dat is toch mooi, hè? Dus dat is echt helemaal geen lucht meer bij. En dat betekent dat je je producten veel langer vers kunt houden. En die sla die gaan we zo meteen ook gebruiken, zeg maar, om onze lekkere kommetjes op te vullen. Ondertussen draai ik hier eventjes wat om. Het blijft multitasken, hè, dat koken. Zo. Nou, dit ziet er super lekker uit. Nu al. Ik word daar heel vrolijk van. Even kijken of we zo'n courgette kunnen omdraaien. Nou, die mogen nog wel eventjes. Maar ze worden al mooi. Gegrilde groentjes. Zo. Nou, even kijken. Dan hebben we dus dat vlees. Dat gaan we zo meteen. Ik heb al een beetje voorgemarineerd, zeg maar. Dat ligt hier al lekker een half uurtje. Kun je dus in de koelkast doen, maar je kunt ook op deze manier vlees en vis bewaren en in de vriezer doen. Of gewoon in je koeling. Hartstikke handig. Met je eigen marinade er dus bij. Super lekker. We gaan eventjes die groentjes eruit halen. Kijken, als dit omgedraaid is. Ja, super mooi. Ik had natuurlijk ook al wat voorgemaakt. Dus ik zal zo alles bij elkaar doen. Dan zie je wat voor leuke effecten dat allemaal heeft. Zo. Kijk, perfect. Nou, ik had hier al een paar van die lekkere aardappelfrietjes gemaakt. Dus deze doe ik erbij. Even allemaal eruit. Nou, en wat nou fijn is ook van die van dat vacuümeren in die olie, is dat je product is dus tegelijk gemarineerd, maar ook heeft het al een beetje lekker zo'n een beetje olie eromheen. Dus daar hoef je verder niet zo heel veel meer mee. Snijd de zak gewoon open. Zo, dit kan weg. En wat we dan gaan doen, ik doe met mijn vingers. Als je dat niet wil, pak je lekker een tangetje. Dan leggen we die minuutlapjes gewoon zo vanuit de marinade in de grillpan. Deze even aan de kant. Oh, dit ruikt zo lekker. Zo. Prachtig. Nou, deze zien er ook mooi uit. Die kunnen eruit. Die courgette stukjes. En dan het vlees. Ziet er ook super uit. En omdat je die mooie dunne reepjes hebt gesneden, duurt het ook niet lang voordat het gaar is. Kijk, ik zal er nog een paar bij doen. En ondertussen even mijn vingers afspoelen, mijn handen wassen. Zo. Nou, heerlijk. Nou heb ik hier wat dingetjes over. Dus ik wil bijvoorbeeld die mooie aardappeltjes en zo niet weggooien. Dus die ga ik ook eventjes zo vacuümeren. Even kijken hoe het met het vlees gaat. Nou, het ziet er super uit. Kijk, super mooie grillstrepen erop. Dat heb je ook echt met zo'n mooie grillpan. Wauw. Te gek. Zet hem ietsje zachter, zo. Nou, dat grilt wel lekker verder.
Ik ga dit schaaltje, ga ik dit spul even overhevelen hierin. Want dat kan ik natuurlijk morgen en overmorgen nog gebruiken. Dus dat ga ik ook zeker doen. En dan heb je bij die food saver het volgende. Kan je een dekseltje pakken. Die doe je erop. En die food saver, die heeft dus ook deze mogelijkheid om dit vacuüm te trekken. Dus ik doe hier een mooi draadje op. Dat is gewoon meegeleverd als je deze accessoires erbij koopt bij cook&co.nl. Doe je erop. En druk je op. Dan zie je hier dit bolletje schoot naar binnen. En dan zie je dus dat het mooi vacuüm getrokken wordt. Hij stopt als hij helemaal vacuüm gezogen is. En zo kun je dus prima 3 dagen netjes bewaren in je koelkast bijvoorbeeld. Helemaal goed. Er zit geen lucht meer bij. Hartstikke fijn. Dus, en dit stapelt ook weer lekker. Kijk maar. Dus je kunt gewoon zo allemaal van die mooie stapeltjes maken in je koelkast. Lekker efficiënt. Helemaal top. Nou, het vlees is klaar. Dat is helemaal gelukt. Het heeft lekker zo gemarineerd in die vacuümzakken. Ik ga een schaaltje pakken en dan ga ik het bij elkaar doen. Ik doe er een beetje sla in. En wat van die lekkere groentjes. Ik zal deze nog even schuin doorsnijden, anders dan eet het zo lastig. Met mooie scherpe messen. En als je al deze mooie spullen wil hebben, dan kun je die bestellen bij cook&co.nl. En vond je deze video leuk? Geef ons dan even een duimpje of een hartje. Of een like. En dan zien we jullie volgende week weer. Kijk eens even. Supermooi. Kan je dit nog zien? Ja, mooi hè. Te gek. Even proeven hoor. Lekker. Mm-hmm.